en laat het woord dan in de comments achter. Er is een nieuwe bioscoop geopend in Roblox. En ik wil er een kijkje gaan nemen. Oeh. Ik heb de popcorn meegenomen en een blikje cola. Hier kunnen we alle drankjes en alle lekkernijen uitzoeken. Maar we moeten in de bioscoop werken als we dat willen hebben. Oké, nu kan ik er als het goed is eentje uitkiezen. Ik wil deze. Oh, check this out. Kunnen we deze eten? We hebben een officieel naamplaatje. Oh, deze dingen ken ik. Dat zijn van die snoepdispensers. Maar wacht, nu we hier werken... Kunnen we achter de balie? We kunnen mensen nu letterlijk hun bestelling geven. Of alles opeten. Ja, waarschijnlijk worden dat tweede in mijn geval. We kunnen eigen ijsjes maken, pretzels, frisdrank en slushies. Dit was altijd mijn moeilijkste keuze vroeger. Wil ik de blauwe of de rode slushie? Ik ben vandaag in een blauwe bui. Oh man, ik doe mezelf hier echt pijn mee. Ik heb nu zoveel zin in een slushie. Koekjes, popcorn, churros. Ik weet niet of jullie weten wat het is, maar volgens mij zijn dat een soort van gefrituurde... dingen. En daar gaat dan chocola overheen of zo. Ik weet het niet. Ik kijk er niet naar. Ik eet het alleen. Dan hebben we hotdogs en suikerspin. Oh, ook weer zoiets, hè. Oké, ik ga voor de gele. Ik ben echt de slechtste werknemer ooit. In plaats van dat ik de mensen aan de kassa vraag wat ze willen hebben, ben ik alleen maar mezelf aan het volstoppen. Alsjeblieft, mevrouw, jij mag mijn slushpuppy. Dan hebben we hier een winkel met allerlei kleding die gebruikt zijn in het maken van bioscoopfilms. De Joker. McDonald's. Dora. Adventure Time. Buzz Lightyear. En hier de horrorfilms. Skelet. Chucky. Annabelle. En Pennywise. Ik denk dat ik voor Chucky ga. Oh, wacht, kan ik die echt aandoen? No way! Dit is zo gaaf. Ik werk nu niet alleen in de bioscoop. En ik heb niet alleen alles opgegeten. Maar ik heb ook de kleding aan die gebruikt is in het maken van een film. Laten we een kijkje nemen. Oh, dude. We zitten letterlijk in de bioscoop. Oké, wacht. Ik ga een mooi plekje uitzoeken. Ik vind het nooit chill om helemaal vooraan te zitten. Dan moet je helemaal zo met je nek. Maar dit is perfect. Oké, dus hij gooit een bootje. En daar is Pennywise in het riool om hem aan te nemen. Oh, spannend, hè? Het is zo grappig. Ik ben letterlijk een film aan het kijken in Roblox. Daarvoor heb ik mijn popcorn. Oh, dit is creepy. Oh, nee! Hij wordt meegenomen. Het einde van de film. Stel voor een bioscoopfilm duurde echt maar gewoon 5 seconden. Maar er zijn nog meer films. Maar wacht eens even, kan ik hier doorheen? Oeh, dan moet ik een andere baan in de bioscoop nemen. Nu kan ik er wel naar binnen. No way! Vanuit hier worden de films aangezet, op pauze gezet. Dus ik ga hier achter zitten. En ik bepaal nu letterlijk wanneer de film gaat beginnen. Hier hebben we de toiletten als het goed is. Ja wat, ik ben ook gewoon een mens. Oké, het is tijd voor dag 2. Ik heb nu 2 taken uitgevoerd in de bioscoop. No way! Er is zelfs een arcade. En ik weet nu al wat ik wil. Ik wil die gizmo knuffel. Oké, we gaan het proberen. Kom op nou. Welke gaan we pakken? Eigenlijk maakt het me niet eens uit wat ik win, als ik maar wat win. En ik heb... No way! Het is gelukt! Wauw, dit is zo gaaf. Oh, dit spel ken ik. Dan moet je op tijd mappen. Oké, wacht. We gaan een andere machine proberen. En ik hoop dat we dus ook een andere knuffel winnen. Oh... Het is gelukt! We hebben Gizmo! Gizmo is uit de film The Kremlins. Een film over hele kleine schattige wezentjes die minder klein en schattig zijn wanneer je ze water geeft of eten of... Het was in ieder geval iets wat je ze niet mocht geven. Oh my gosh. De film Chucky is nu aan het spelen in bioscoopzaal 9. Maar eerst een andere outfit. Wat dacht je van Buzz Lightyear? Wow, dat is zo gaaf! Maar wacht, kan ik dan ook hier naar achter? Wow! Wacht even, je maakt een grap. Oh my gosh! Ik ben Pennywise! Besef hoe erg het zou zijn als ik nu naar de film van Pennywise gaan, waar alle mensen aan het kijken zijn. En ik kom ineens gewoon naar binnen gerend. Ze denken dat het 4D is of 5D. Wacht eens even, waar gaat deze deur naartoe? No way. Oké, dit is de duurste tot nu toe. Deze kamer is alleen voor de mensen die de films schrijven. Oké, we gaan het gewoon doen. Ik moet weten wat erachter is. Misschien kunnen we onze eigen film bedenken. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Ben je echt serieus? Het is gewoon een lege kamer. Op zich wel goed, want als deze kamer leeg is, kunnen we deze kamer gebruiken. Mijn film gaat over een jongen die YouTube-video's maakt en zin had in een tosti. Dus wat deed zijn tweeling-kloon-broer-ding-achtig geval? Een tosti maken. Ik heb alles al opgegeten! Oké, laat maar. Oeh, en dit is een kamer voor de beveiliging. Dit is een dure video. Maar op zich, het lijkt me wel goed om zo eng eruit te zien als beveiliger. Ik denk dat iedereen naar je luistert. No way. Wij kunnen hier letterlijk zitten en alle camera's in de gaten houden in en buiten de bioscoop. Zo kunnen we exact zien wie de popcorn steelt. Ik bedoel, ik ben eigenlijk degene die popcorn steelt. Maar ik kan mezelf niet arresteren, oké? Maar wacht eens even. Ja, het is gelukt! Oeh, wat is dit? Nice, we hebben snoep! Maar is er nog een film die ik graag wil zien? Deze film heet De Pestkoppen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Oké, laten we gaan zitten. Oh, er is iemand echt keihard aan het slurpen van zijn cola. En dat is de kerstman. De kerstman zit daar en die maakt een super irritant geluid. Dude, luister. Op deze manier kan ik de film niet volgen. Doe dat eens even niet, alsjeblieft. Oh, hij luistert niet. Hij gaat ook de hele tijd van stoel naar stoel. Hey, luister, ik ben de beveiliger, hè. Ik kan je eruit zetten. Maar ja, dan krijg ik waarschijnlijk geen cadeautjes met kerst. Oké, weet je, laat ook maar. Oké, we gaan de film Chucky nog een keer proberen. Oeh, hij werkt! Oké, we zien deze jongen met Chucky praten. Oh nee, ik ben de enige in de bioscoop. Oké, dat vind ik wel een beetje eng. En Chucky komt tot leven. Dit is eigenlijk niet wat een beveiliger hoort te doen. Die hoort de bioscoop in de gaten te houden, niet een film te kijken. Oh nee, de moeder van deze jongen gelooft niet dat Chucky tot leven is gekomen. Dat is onmogelijk, zegt ze tegen de jongen. Maar als ze dan samen de kamer inlopen... Oh, er zit iemand naast me. Zien ze dat Chucky heel rustig op zolder zit. Wat denk jij? Denk jij dat hij leeft? Oh, deze dude is zo erg.
erg aan het kraken. Alsjeblieft. Hé, luister. Ik probeer een film te volgen. Dit is net als in een echte bioscoop. Oh nee, Chucky komt tot leven. Oké, ik moet zeggen, het is een spannende film. Maar ik vind dit nog irritanter dan dat ik dit spannend vind. Maar nu ben ik benieuwd. Deze super dure bioscoop. Eindelijk, de film is aan het spelen. En de minions hebben een bankoverval gedaan. Oh my gosh. Ja, ik ben sowieso hier de enige. Oh, de minions hebben al het geld gestolen. En Gru wordt gearresteerd. Terwijl de minions het eigenlijk hebben gedaan. Ze hebben alle Robux. Oké, dat was een best wel grappige film. Wauw, dat was een leuke werkdag. Oeh. Van wie is dat huis? Wacht even, kunnen we daar naar binnen? Kan het proberen? Oh, dat meen je niet. Oké, vooruit. Oké, kunnen we nu naar binnen? Volgens mij wel, ja. Oh, dat is zo creepy. Oké, we hebben een zaklamp gekregen. En nu kunnen we hier doorheen. Oh man, dit is een spookhuis. Oh, dat is zo eng. Oké, we moeten heel voorzichtig zijn, denk ik. Enge piraten. En wat als we deze kant op gaan? Oh, dit is zo creepy. Ah, het is Annabelle en ze leeft. Oké, snel de trap op. Is dat Chucky? Oh, dude, Chucky rent weg. Oh nee, we moeten juist door de spinnenwebben heen. Oké, waar zijn we dan? Allemaal vleermuizen. Oké, volgens mij... Je liet me schrikken. Oh, dat meen je niet. We hebben hier een super enge clown. Is dit de uitgang? Oh, Pennywise zit achter ons aan. Maar dit zou de uitgang moeten zijn. Snel. Oh man, dat was een eng spookhuis. Oké, we gaan weer naar binnen. En wat ik eigenlijk wil doen, is nog één keer een knuffel winnen. En deze keer wil ik eigenlijk de mummy. Maar ik denk dat we een dubbele gaan krijgen. We hebben... De vleermuis! Oké, ik moet zeggen, dat is geen dubbele. En ik geef die aan dit meisje hier, alsjeblieft. Maar wij hebben inderdaad genoeg werk te doen als beveiliger. Dus ik ga hier lekker zitten. En ik hoop dat het een beetje rustig blijft in de bioscoop vanavond. Ik heb een spookoutfit gekocht. En ik ga Colorblock spelen. Mijn vraag, kan ik mensen zo laten schrikken dat we automatisch winnen? En we zitten ook nog eens op een bij. Stel voor, je loopt buiten en er komt een bij voorbij vliegen met een spook erop. Dat is raar.